Rob Campus raakte afgelopen zomer in opspraak omdat hij een filmpje in zijn Instagram Stories plaatste, waarin hij met zichzelf aan het spelen was. Het plaatsen van expliciete beelden is echter niet toegestaan op het sociale medium. Van de schrik besloot hij zijn Instagram-profiel direct offline te halen. Kort na zijn blunder met de pikante beelden keerde Rob terug, maar er stond hem niet bepaald een warm onthaal te wachten. Hij werd namelijk behoorlijk uitgescholden door zijn volgers, onder meer voor viezerik. Een paar dagen later plaatste Rob plotseling weer een pikant filmpje van zichzelf, waarna hij diep door het stof ging. Het foutje van Rob kwam gisteravond ter sprake in de oudejaarsspecial van Media Insight. Rob Campus heeft een moeilijk jaar achter de rug. Hij heeft meerdere filmpjes per ongeluk gepost waarin hij maststerretje erbeert. Dat heeft hij gedeeld op de sociale media. Britt Dekker herinnert het zich nog. Oh jaaa. Ja, per ongeluk, dat was echt op zijn story. Daar kwamen toen allemaal maststerretje erbatiefilmpjes, ja. Hoe dat kan? Ik denk dat hij het misschien mooier wilde maken met een filtertje en dat hij dan per ongeluk op post heeft gedrukt. Presentator Gijs Groenteman, oh ja, dat heb ik ook altijd, hahaha. Britt, van die oortjes op zijn L-sterretje L. Hahaha. Medegast Emma Wortelboer lachend, ja, dat zou kunnen. Marcel, wat ons respect dan wel verdient is dat het hem niet belet heeft om ondertussen een geweldig boek te schrijven.